Ja, Local Swim. Vertel eerst maar, wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan in de haven van Schagen gaan we zwemmen voor het goede doel, Stichting ALS. En we gaan 650 meter zwemmen. Nou, niet wij natuurlijk, maar kinderen in de leeftijd 10 tot en met 14 met een volwassen begeleider. Ja, hoe komen jullie op het idee? Nou, het is zo dat in 2013 is mijn moeder overleden aan de ziekte ALS. En toen heb ik samen met Marjolein, mijn vriendin, gezwommen. En vorig jaar hebben we de kidswim gedaan samen met mijn nichtje Franka, die is hier ook aanwezig. En arts en samen met Marjolein. Ja, en dat vonden we zo geweldig, zo'n mooie ervaring. Heel speciaal, eigenlijk nog specialer dan onze eigen afstand die we destijds gezwommen hadden het jaar ervoor. En terug in de auto naar huis zei Marjolein eigenlijk, ja, Nathalie, hoe gaaf is het als we dit ook in Schagen gaan organiseren. Nou ja, en zo is het plan ontstaan. En 10 juli is het zover. Ja, maar jullie gaan zwemmen om aandacht te vragen voor de ziekte. Willen jullie meer bereiken met Local Swim? Nou, het is sowieso natuurlijk ook aandacht vragen voor de ziekte. Maar het is ook dat je zeg maar als volwassene samen met het kind in beweging komt. Ook voor het goede doel. En daarnaast is het natuurlijk ook om geld op te halen voor het goede doel. Want er is nog heel weinig bekend over de ziekte ALS. En het doel is ook om geld op te halen. En dat gaat allemaal naar de Stichting ALS voor onderzoek. Ja. En hoe werkt dat dan, Nathalie? Er is een website, ja, volgens mij. Ja, klopt. We hebben de website alsschagen.nl. Daar kun je doorklikken naar de actiesite. En op die actiesite kunnen de kinderen zich inschrijven. De inschrijfkosten zijn €15. En ja, we vragen of ze minimaal €50 dan aan donaties willen ophalen. Dus €15 per persoon of nee, per stel? Nee, per stel. Dus met de volwassen begeleider. Ja. Oké, en dan moeten ze €50 ophalen? Ja. Aan donaties of andere acties die ze zelf doen, dat kan natuurlijk ook. Moet je dan heel goed kunnen zwemmen? Het is eigenlijk voor iedereen wel te doen, maar je kunt wel inderdaad, we hebben ook een trainingsschema. Ja, 650 meter is te doen, maar het is wel belangrijk dat je er ook voor gaat zwemmen en trainen. En we hebben ook nog twee clinics die sowieso georganiseerd gaan worden, maar daar volgt dan nog meer informatie over. Maar dat ze ook lekker buiten kunnen trainen en oefenen in open water, want dat is toch anders dan in een zwembad trainen. Ja, in de haven van Schagen is het verantwoord om in dat water een baantje te trekken. Zeker. Ja, hoor. Is het fris? Ja, het is lekker fris. En, ja, lekker fris, letterlijk, ja, maar figuurlijk. Nee, nou, ik vind het ook, ik heb er zelf in gezwommen, ook met de triathlon. Maar ik vond het prima te doen. Ja, helemaal niet zo vies. Ja, is goed te doen ja. In het water. Hoeveel hopen jullie bij elkaar op te gaan halen? Nou ja, we hopen, ja. Even kijken, wat zullen we. Ja, we hopen toch wel. Even kijken hoor. 250. Ja, heel erg. Nou ja, we hopen sowieso wel richting de €10.000 te gaan wat we ophalen. Ja, dat is een mooie streven. Maar dan moet je heel wat kinderen hebben die een duik gaan nemen straks, denk ik. Ja. Heb je al veel aanmeldingen binnen? Nou, we beginnen nu eigenlijk, de website is net in de lucht en de aanmeldingen druppelen nu binnen. Maar dat is ook omdat we nog niet heel veel aan de promotie op dit moment hebben gedaan. Dit is eigenlijk ook een beetje de aftrap, samen met ons promotieteam, de dames die daar zitten. En ja, als die zo meteen gaan starten met de promotie, dan denk ik dat die heel snel vol is. Want nou, vol is vol. Heel goed, dan loop ik even naar de dames, want die zijn een heel belangrijk onderdeel ontzettend belangrijk, in je actie. Ja. Hier zitten ze allemaal. Eventjes voor de kijkers thuis, even kort dan in de microfoon hoe je heet. Ik heet Jasmijn, ik ben 12 jaar. Volgens mij doet deze het niet, Jaap. Kan je hem even aanzetten? Staat hij aan? Jasmijn, 12 jaar hè? Meis, 11 jaar. Romy, 12 jaar. Robin, 11 jaar. Jaycee, 12 jaar. Luna, 12 jaar. En wie kan het beste vertellen van jullie? Hey, vertel eens eventjes. Oh, kijk, die doet het wel. Ja, dan zou ik bijna over de grond gaan knuipen. Dat is een beetje raar, hè? Deze doet het wel. Vertel eens even, wat gaan jullie precies doen? Nou, wij zijn dus gevraagd om langs alle scholen te gaan en daarom te promoten. En dan hebben wij zelf een liedje geschreven. En die gaan we straks ook zingen. Hey, wat goed. Want jullie gaan langs alle scholen. En wat gaan jullie daar dan precies doen? Nou, wij gaan ons liedje promoten en zoveel mogelijk aandacht vragen voor ALS. Oké. En dan gaan jullie gewoon ding dong, hallo, hier zijn we? Nou, we hebben nog niet eigenlijk echt een plan van aanpak. Dus... Hey, en wanneer gaan jullie langs de scholen? Volgens mij de 2 dagen na de vakantie. De 2 dagen? Dat is heel snel.
Oh, wat spannend zeg. Oh, wacht. Ga ik weer eventjes zo. Jullie hebben een lied geschreven. En ik vind het leuk als jullie daar een heel klein stukje van doen. Dan geef ik even jullie de microfoon en kun je daar samen in zingen. Want dat is leuk om te doen. Dan zeg ik 1, 2, 3 en dan gaan jullie beginnen. 1, 2, 3. Ja, wij zijn klaar voor de strijd. Kijk eens op deze site en deel het dan met iedereen. Ja, wij staan klaar voor de start. We gaan het met de hart en zwemmen met iedereen. Nou, kijk. Tien. Juni gaan jullie het water in. 10 juli. Juli. Ja. Met ja. De Leo. Ja. Inschrijven kan via de website. Ja. Noem het adres nog maar een keer. alsschagen.nl. alsschagen.nl.